en welkom bij de verlenging van Tafel Voetbal. We bespreken hier alles wat er zojuist op televisie niet aan bod is gekomen. Heren, zijn er nog prangende zaken die echt nog besproken moeten worden? Of moet ik het zelf verzinnen? Nou, ik wilde graag Adrie Poldervaart eerst mooi dat Fortuna hem een kans heeft gegeven. Guillaume Barré, mijn ex-schoonmoeder, die heeft ooit Guillaume Barré gehad. Alles stopt, behalve het hart. Dus je wordt kunstmatig beademd. En het is near-death experience. Dat is dus de ziekte die hij heeft gehad. De assistent bij Fortuna Sittard, assistent van Danny Buijs. Mooi dat hij die kans krijgt. En ik zit ernaar te kijken en ik denk, die Buijs, heeft hij nou zijn haren laten groeien enzovoort. Dus ik zie dat die Poldervaart continu aan de zijlijn staat. Maar ook niet een beetje, maar echt... Ja, niet alle Velasquez, maar iets minder. Maar hij was heel dominant, met heel veel energie. Bewoog ook flink. En toen dacht ik, en Buijs was inderdaad rustiger. Die bleef in de dugout zitten. Dat zal natuurlijk afgesproken zijn, want anders doe je het niet. Maar ik vond hem wel heel frappant. Iemand die nog niet zo heel lang geleden echt... laat het me niet overdrijven, maar bijna door de ervaring heeft gehad. Die nu alweer zo energiek aan de lijn stond. En moet dat een assistent die heel actief is? Vind je dat belangrijk? Ja, moet dat? Als er een goede wisselwerking is tussen hoofdcoach en assistent. En het moet geen toneel worden. Nee, zeker niet. En als iemand het goed kan overbrengen, dan maakt het niks uit of het nou de hoofdtrainer is of de assistenttrainer. Ik neem aan dat ze allebei verstand van het voetbalspelletje hebben. Ik vind dat de assistent wel zijn plek moet kennen. En vooral op trainingen wordt dat doorgesproken, wie welke rol heeft. In de wedstrijden moet wel duidelijk zijn wie de hoofdtrainer is. Als je dat niet zou weten, moet dat duidelijk worden. En er zijn genoeg assistenten die wat mij betreft die lijn voorbij gaan. En welke assistenten in jouw carrière sprongen wel eens te hard? Nou ja, je hebt er heel veel. Die hebben zelf het diploma coach betaald voetbal. En die zijn dan assistent. Maar zodra het dan wat slechter gaat, denken die... Ik weet dat Huub Stevens net voordat ik naar Roda kwam, had je die ene gast uit Eindhoven, die was de assistent. Heel lang. Maar die zat achter zijn rug, zat die gebaren te maken. Dat moet je bij Stevens doen. Die had hem met zijn nek gepakt, tegen de muur gezet. Truit, nooit meer met jou samenwerken. Dus je hebt ze... Maar ja, dat is extreem. Maar een goede samenwerking is lastig vaak. Ja, jij hebt natuurlijk ook het een en ander meegemaakt in je carrière tot nu toe. Heb jij nog een assistent in België of zo meegemaakt waarvan je denkt, nou ja, dat hoeft niet? Ja, ik moet zeggen... Of hoofdtrainers. Hoofdtrainers, ja. Je maakt altijd wel... Of er zal wel altijd één iemand bijblijven. Ja, in je hele carrière die... Of ik vond, of apart van. Ik noem geen namen. Die club waar je vanaf komt, het RBD, Molenbeek. Ja, daar is natuurlijk is het helemaal misgegaan eigenlijk. Ja. Krijg je nog geld? Is dat al rond? Krijg je nog uitbetaald? Het is een hoger beroep. Ze moeten jou betalen, maar ze zijn hoger beroep. Ja, inderdaad. In eerste instantie heb ik mijn zaak gewonnen. Alleen ze mogen een beroep gaan. En ik hoor nu of... hoe het verder gaat in zijn werking. Is dat een dieptepunt in je carrière? Ja, dus wat ik daar heb meegemaakt, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat je in één keer op straat wordt gezet. Dat je niet meer betaald krijgt, wat eigenlijk volgens mij niet kan en niet mag. Maar goed, is ook wel gebleken. België, het is geen Cyprus. Een week voor de competitie hebben ze de hele technische staf eruit gegooid. De voorzitter is ontslagen, er is een nieuwe eigenaar gekomen. Okay. Ja, vertel het mij dan maar eens. En toen je daar tekende, toen je daar naartoe ging, had je niet soms het idee van, hey, wacht eens even. Is Jan Boskamp zijn clubje geweest? Ja, lang. Jan Boskamp ben ik vaak daar tegengekomen. Ja. Dat is echt zijn clubje. Nee, maar ja, je weet hoe het voor tevoren gaat. Alles is heel mooi en wordt geweldig benoemd. Contracten zijn geweldig in België, daar kan ik niet over liegen. Ja. Alleen eigenlijk vanaf moment 1 dat ik op het veld stond, totdat ik wegging, was het één grote poppenkast. Ja. Ja, je hebt wel wat meegemaakt. Ongelooflijk. Ik heb hier nog een datum staan, 8 mei 2016. Moeten we het daar nog over hebben? Of niet? Dat is niet nodig. Nee. wat was het dan? Nee. Geen idee. Dat weet je echt niet. Waarschijnlijk dat doelpunt dat hij maakte tegen Ajax. Ze blij mee waren. Ja. Jacques Zwart vooral, hè? Waardoor Ajax dus geen kampioen werd. Ja. Maar dat zijn ook van die momenten in je carrière. Dat is toch schitterend? Ja, de nasleep was minder leuk, maar... Rotterdam, Ziesenbraak. Rotterdam en Eindhoven. Alles goed. Alleen daarvoor zal die altijd herinnerd worden. Ik heb een mooi leven in Rotterdam gehad, hoor. Absoluut. Ja. Dat kan me goed voorstellen, ja. Ja. Hey, MVV heb je nu 3 jaar getekend. Wil dat zeggen dat je... Het is best wel een lange termijn ook. Heb je nog plannen daarna? Wil je bij MVV blijven? Wil je hier met pensioen gaan? En heb je daar plannen over? Nee, ik denk dat de meesten wel zoiets hebben van oké, Brian teken voor 3 jaar, die ga lekker afbouwen. Maar ik word 31. In 1 jaar kan weer alles veranderen. Ja.
Snap je? Als wij één goed jaar draaien, zoals afgelopen jaar. Je ziet Van Bommel gaat naar AZ toe. De een staat in de belangstelling, de ander die gaat weg. Het kan allemaal. Het kan ook op 31-jarige leeftijd nog zijn. Dus, ja. Nee, maar voor mij was het wel zo van, oké, als MVV me wilt hebben, dan had ik wel zoiets van, oké, dan teken ik ook niet voor 1 jaar, maar dan teken ik voor 2-3 jaar. En dat is gelukkig ook gelukt. Maar het is niet mijn bedoeling om lekker achterover te leunen. En we zien het wel. En inderdaad, ik ben met de club wel in gesprek van wat kan ik voor de club betekenen. Of zij voor mij. Mocht eventueel. In de toekomst, ja. Absoluut. Ja, ja, precies. En ja. Denk je dan meer op het veld of meer op de commerciële afdeling? Ik wil die investeerder er nog even ingooien. Die Amerikaan die waarschijnlijk het grootste gedeelte van de aandelen gaat overnemen. En daardoor waarschijnlijk ook wat een financiële impuls gaat geven. Waardoor je ook niet alleen een betere accommodatie krijgt, maar ook betere teamgenoten. Dat zou natuurlijk wel absoluut, volgens mij de weg gaat, moeten zijn. Dat is gaat wel nog nodig. September of oktober gaat dat gebeuren. Ja. En dan hoop ik, ze hebben een geweldig plan voor zich. Dus ik hoop dat ook gaat gebeuren. Dat MV die volgende stap kan gaan zetten. En daar hoop ik in ieder geval onderdeel in te zijn. We gaan naar een andere rubriek. Verhalen uit de oude doos. Schoonvader en schoonzoon. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over nu. VVV blieft Eredivisie. Ja, de Hall of Fame, dat is een nieuwe rubriek. En dan mogen onze gasten een speler in de Hall of Fame zetten die belangrijk zijn geweest in de carrière. Op welke manier dan? Een speler of een trainer? En we hebben vandaag jullie twee gevraagd om af te trappen. Graaf, voor wie zou jij kiezen? Ja, ik wil voor Frans Kurver kiezen. Gewoon een legendarisch figuur. Is inmiddels 85 jaar. Dus nou kan hij het nog zien en meemaken. Dus ik heb die als trainer gekregen. Reginald heeft hem ook als trainer gehad. Heb jij hem gehad? Ja. Nee, bij de DSM. Voetbalacademie. Oké. Okay, ja, dus ik heb... Wat heb jij moeten doen in de warming-up? Ook ellebogen en... persoonlijk kon ik goed met Frans. Ik vond het echt een hele mooie kerel. Ja. Absoluut, absoluut. Ja, maar Frans is 6 keer gepromoveerd met een eerste divisieclub naar de Eredivisie. Als je dat zegt, zegt hij altijd zelf 7 keer. Want hij heeft nog 1 jaar Wilhelmina gedaan. Ze is kampioen geworden. Ja. Is hij ook gepromoveerd. Zeg maar, dat is geen betaald voetbal. Dat is het enige in Nederland, hè? Als enige in Nederland. Dus dat is een unieke prestatie. En dat mogen we niet vergeten. Die had zo'n kwaliteit om in korte tijd een team het gevoel te geven dat ze alle spelers, dat ze zo goed waren, dat ze de tegenstander op moesten vergeten. Ja. Eerste wedstrijd onder Frans Kurver speelden we uit bij de Graafschap. Het staat in de rust 1-1. Maar eigenlijk werden we weggespeeld de eerste helft. Maar met puur geluk hadden we ook een doelpuntje gemaakt. 1-1. En hij staat ons in het kleedlokaal op te wachten midden. En hij zegt, kom allemaal om me heen staan. Dus wij komen uit de kou buiten, komen we naar binnen, de warmte. Om me heen staan, zegt hij. De Graafschap is goed. Heel goed. Maar wij zijn beter. Zo echt fluisteren. Wij zijn beter. En weet je waarom we beter zijn? Bij ons komt het uit het hart. Horen jullie mij? Uit het hart. Dus leg nou die hand hierop en zeg maar na. Wij zijn de beste. Ja, we hadden er eentje die zei, wij zijn de beste. Allemaal. Wij zijn de beste. Dus wij allemaal, wij zijn de beste. En nu naar buiten en vreet ze op. Dus ik pakte nog snel een bakje thee mee. En ik liep met Baba Gida toen naar buiten. En Baba kwam en zei, hey, die old man is crazy. Ja. Dat dachten we allemaal toen. Maar wij gingen de tweede helft terug het veld in. We hebben die Graafschap opgerold. We zijn dat jaar kampioen geworden. We hadden dat jaar echt het idee, wij zijn de beste. Ja, ja. En dat velletje, die zal tegen jou ook al gezegd hebben, dat velletje van die tegenstander moet op zolder komen te hangen. Hè? En we moeten voor Annie, want Annie was de verzamelnaam van alle spelersvrouwen. Ja. Annie wil een tasje, dat moeten we vandaag verdienen. Ja, dat soort teksten, geweldig. Het is bij ons letterlijk hetzelfde. We spelen na competitie uit bij Vitesse. We verliezen de eerste wedstrijd. En dat riep hij ons ook allemaal bij elkaar. Ook legt die hand erop en laat de kaas niet van... Frans gooide ook de spreekwoord altijd door elkaar. Hè? Ja. Geen vuiltje aan de lucht was bij Frans, geen bolletje aan de lucht. En dus er zijn er ook een paar. En toen zei hij dat ook. En toen hebben we ook de rest van... Die was ook uit en thuis toen, de na-competitie. En toen hebben ze ook alle 5 gewonnen achter elkaar. Ja, ik heb hem ook nog een keer voor de training afgeschopt. Frans zei altijd mee. Bij jullie ook, ongetwijfeld. Ja. Frans zei altijd mee. Die stuurde Harry vroeg op een keer weg, omdat we oneven aantallen hadden. Harry, ja,
Ga jij maar eens even lekker uitlopen, jongen. Dan kon hij meespelen. Ja. Van een positiespelletje. Hij geeft iedere keer van die klote ballen. En ik twee keer in het midden. Ik zeg tegen Arts, Alfons Arts. Fons, even een kleine, iets te kort. Iets te kort, niet te veel. Hij gaat, speelt de Curver aan. De Curver stapt in. En ik schop hem op zijn knie. Van boven tot beneden. Hij valt, trekt zijn broek omhoog, helemaal onder het bloed. Die adrenaline zakt natuurlijk ook bij mij. Ik denk, oh jezus. Hij rent weg en laat die Ron Elsen trainen. Die was 21. Train jij maar, god. Dan liep hij weg. Ik die kleedkamer in natuurlijk. Kom de woens dan binnen. Wist toe maar blie, jong. Tot ik niet 24 jaar jongen was geweest. Hè. Als ik trainer met de grote mannen meespelen, kan het gebeuren. Hè. Oh, ik was blij. Ja, hij maakte ons zo gek. Op een goede manier. Ja. Korte mouwen in de winter. Altijd pinnen. Het kon in de zomer. Dat kon het hardste veld zijn. Linders kwam een keer op de vaste noppen trainen. Verdedigers mochten niet op de noppen. Wat zijn dat? Op vaste noppen. Dansschoenen, Linders. Terug naar binnen. Dan had je blaren in je voeten. Zo'n pinnen. Hadden we toen nog ook aluminium van dopjes en zo. Hè. Mooi vent. Mooi terecht vent. Dat hij genoemd Hans Curver staat erin. En die blijft ook trainen het hele seizoen. En aan het einde van het seizoen maken we de balans op. Ja. Wie zet jij erin? Nou ja, ik heb Dick Nanninga, weer iemand met een heel groot Roda verleden. Maar Dick heeft voor mij in mijn leven een belangrijke rol gespeeld. Ik ben met hem opgegroeid als voetballer. 18 jaar mocht ik met hem meetrainen. Ik heb 2,5 jaar met hem mogen optrekken. Dus van jong naar iets ervarener door Dick Nanninga met name. Niet alleen Dick, ook Johan Dijkstra, Bert van Marwijk, Arjen van Staver, noem maar op, Jair Vermeulen. Die gasten, ja, die heb ik mee mogen maken. Het is fantastisch als je met zo'n palmares. Kijk, jij bent ook gedebuteerd, maar ik speelde met mannen die echt internationals. En allemaal zo'n beetje 32, 33, 34. Waren toen oude lullen. Ja. Ja. En Dick heb ik natuurlijk als medewerker van de Sphinx. Ja. Zat hij in de verkoop. Ja, heb ik ook prachtige tijden met hem meegemaakt. Eerst was ik half zijn baas. Toen werd ik helemaal zijn baas. Toen ben ik nog een keer teruggekomen. En Dick was gewoon voor mij... Lange, dat doe ik niet in de vergadering. Ik ga dan en dat, gaan we aanpakken, Dick. Lange, dat doe ik niet. Zeg Dick, dat weet ik ook wel. Had hij nog die meedrinkkroeg in Neer-Oeteren, voor was dat. Die ging niet slapen voor 4:30. En ik zeg, ik weet dat je niet om 8:00 bij de klant zit. Zeg, ik weet ook dat je, je bent geen sportman meer, dat weet ik allemaal. Zeg, en niks veranderen. Altijd de beste verkoper. Maar eerlijk, goed voor mensen. Ja. Altijd bereikbaar voor de supporters. Een beest van een vent in het veld. Kwam ook voor mij op. Die zei gewoon tegen Brands en tegen Stevens. Van de lange afblijven, hè. Oké, Dick. Lekker man. Zo ging dat gewoon. En Dick roken, drinken. Mijn eerste half flesje bier kreeg ik van Dick Nanninga. Achter in de bus. Na 3 weken kreeg ik een heel flesje. Ja, en dat drie... Ja, echt. Ja, en zo kwam ik ook op school. Zal wel een goede opbouw. Precies, zo kwam ik ook op school. Zijn jongens verloren, maar een half flesje bier van Nanninga. En na 3 maanden had ik 3 flesjes. Dan had ik ze zelf gepakt. Had ik wat zelfvertrouwen gekregen. Dan zei die Nanninga, die vermaak ik tegen mij. Hoe kom jij, godverdomme, aan een derde flesje bier? Ja, jongens, wacht even. Twee. We hadden 1 krat bier, 0,5 liters. Ja, na iedere uitwedstrijd moesten die natuurlijk al verdeeld worden. Schitterende fans, zowel als mens als sportman. Goed op elkaar gelet. Hij op mij tijdens voetballen en ik een beetje op hem gelet. Tijdens onze tijd bij de Sphinx. Ja, mooi. Als ik kijk, 3 weken geleden, is het 8 jaar geleden dat hij is overleden? Ja. 66 jaar. 8 jaar alweer? Ja. 8 jaar geleden al, 2015. Dat heb je ook van dichtbij meegemaakt. Ja, heel dichtbij. Heren, dit is voorlopig de Hall of Fame met Frans Curver en Dick Nanninga. Zo gaan we het doen, komende tijd. Oké, dan even terug naar de velden waar het voor iedereen uiteindelijk ooit begonnen is. De amateur. Zo, daar komt voor weer. Ja, mooie rubriek. Aandacht voor het amateurvoetbal. We zien een doelpunt uit de Champions Trophy van Maastricht. Heer speelt tegen Daalhof. En dit is Joni Lassau. Die maakte de 4-2 namens Heer. Mono Movies, die heeft dat vastgelegd. En mocht je nou hier naar kijken, denk je, nou, ik heb een mooier doelpunt gemaakt afgelopen weekend op de amateurvelden. Dan laat het ons vooral weten. Er is één maar. Er moet wel bewijsmateriaal van zijn. Oftewel, je moet wel een video mee sturen. Anders kunnen we daar helemaal niks mee. Schrijf ook even een verhaaltje bij en laat het ons weten. En over doelpunten maken gesproken. We hebben nog even gekeken naar ten opzichte van vorig seizoen. Hè. De topscorers van alle clubs zijn eigenlijk weg. Bijvoorbeeld Vente is weg, Braak is weg, Venema is weg, Van Bommel is weg, Kostons gaat mogelijk, Boerak is weg. Ja. Is er voldoende antwoord bij de clubs? Zolang Koen Kostings bij MVV blijft en hij bediend wordt door Brian, wordt het grotendeels gecompenseerd. Valt dat weg? We hebben het ook in de na-competitie gezien zonder Koen. Niet alleen de doelpunten die hij maakte, vooral die 19 assists. Ja. Maar ook de aanwezigheid. Hij kan lastig zijn. Heeft, wat, hij houdt ze alle twee bezig. Ja.
En bij Fortuna zal afhankelijk zijn een beetje, vind ik, van Sierhuis wat hij gaat brengen. Ja. Ik heb daar ook wel een goede... Ja, het was een goede speler. Hij is zware blessure gehad, hè? Ja, en hij heeft natuurlijk niet zoveel gevoetbald de afgelopen jaar. Dus is wel een beetje afwachten. Hij heeft een spierblessure ook. Ja. VVV moet nog gaan shoppen. Dus die hebben nog 2 weken. En bij Roda hebben we dus de eigen speler Bangura, wat Reginald zegt. En we hebben de 2 Duitsers achter de hand. Ja. Eentje heeft gespeeld vrijdag. Was toen nog... Ja, die was net 2 dagen daar. Dat was nog ongelukkig. Ja, ja, ja. Maar dat schijnt toch echt wel van het tweede team van FC Köln. En heeft in de voorbereiding ook bij het eerste meegedaan. Schijnt er echt wel een talentje te zijn. Dus dat ben ik benieuwd. En ze hebben die ervaren Duitser ook nog achter de hand. Ja. Ja. Als het echt moet, dan regelt Bangura het wel. En heb jij Kostons vastgelegd? Anker uit, ketting vast. Ja, maar je gaat toch niet naar een derde divisieclub in Italië? Nou, als je daar als je daar 2,5 ton kunt verdienen, een jaartje of 3. Hij verdient volgend jaar als hij gewoon zijn niveau haalt. Hè? Want inmiddels weten we wel wat zijn niveau is. Als hij gewoon zijn niveau haalt, verdient hij dat volgend jaar hier in Nederland ook? Je hebt gelijk, Maurice. Het heeft natuurlijk geen garantie. Tegelijkertijd, we hebben Sven Braken ook gezien op het tweede en derde niveau in Italië. Ja. En dat heeft hij het ook verschrikkelijk moeilijk gehad. Omdat daar ook allemaal van die moordenaars staan. Materazzi-types. Ja. Dus voor Koen is dat niet de ideaalste competitie. Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje Italiaans kapsel. Dankjewel. Zou je dadelijk een adres even geven? Jongens, we gaan langzaam afsluiten. Heel even terug naar Kostons. Leg hem vast. Zeg hem nog een keer. Dat hij moet blijven. Ja, ik ben duidelijk geweest. Nou. Hey, je bent een ware man. Maar nogmaals, hij moet zijn hart volgen. Klaar. Als hij zoiets heeft, ik wil lekker naar Italië gaan. Ja, is hij Italiaanse vriendin dan? Dat weet ik niet. Nee, kijk, het is ook een prachtig leven. Ja. We moeten ook niet flauw. Ja. Hier, Maastricht is niet verkeerd. Maar Italië, als je ergens goed landt. Nou ja. Heren, dit was de verlenging. Dankjewel voor de komst. Maandag zijn we er weer natuurlijk op LN Televisie. Dan met Danny Buijsen, trainer van Fortuna Sittard. En Maurice en Reginald zijn er dan ook. Bedankt. Tot de volgende. Hoi, hoi.